Wat is er? Wat zit je er te doen? Te roepen? Waar iedereen is? Slaap allemaal nog, joh. Ja, gek mens. Goedemorgen. En je zal het niet geloven, maar ik ga deze week een studiovlog opnemen. En het is vandaag tweede paasdag. Ik ga zo meteen Sanne even wegbrengen. Die gaat shoppen in Amsterdam met vriendinnen. Dus ik breng haar naar Alphen, naar het treinstation. Want wij wonen in een dorp. Daar rijden geen treinen en de busverbinding is een hoop gedoe. Dus mama taxi die brengt haar even naar Alphen. En dan ga ik lekker aan de slag. Laat ik jullie straks nog eventjes zien wat ik deze week van plan ben om te doen. Ik vind het helemaal leuk dat ik opeens denk, ik ga gewoon toch weer die studiovlogs maken. De vorige waren in het Engels en nu jap ik lekker away in het Nederlands. Dus tot snel. Ik ben inmiddels in mijn studio en ik heb even heel snel mijn bureau een soort van opgeruimd. Daar ben ik niet zo heel goed in. Ik ben wat foto's aan het kopiëren voor Ruben. Die heeft vrijdag een presentatie, dus ik help hem even met wat beeldmateriaal. En normaal gesproken op maandag maak ik altijd een beetje mijn planning. Dus kan je het zien, contentkalender. En ik heb ook altijd een weekplanning in mijn bullet journal. Dus die ga ik zo meteen eerst eventjes invullen. En dan zie ik wat ik het allerbelangrijkste vind voor vandaag om te doen. En dan ga ik daar gewoon lekker mee beginnen. In april hebben we in ieder geval een witte paarse. Wat is dit nou weer? Hey Jackie, zit je daar?
Wat is dat, Jack? Hier was niet leuk, hè? Nee. Kijk dan, wat alweer. 5 april. Gezellig. Het stormt helemaal hier. Ja, ik was even de was aan het doen. Hallo? Het duurt nooit lang, hè? Kom maar, hier kan je erop. Ja? Oh. Nou, doe maar. Doe dan. Leop. Toog. Oh, net gingen die bomen echt bijna plat, joh. Jeetje. Ik wil altijd eerst naar buiten, 's ochtends. Kijk nou! Wat is dat nou? Ja? Nou ja, zeg jongens. 6 april. Oh, het is koud. Weet je het zeker? Doe maar. Ik wacht. Oh. Naar Jack. Oh, ik denk hij komt gelijk terug. Gaat hij? Ik denk, wat is dit? Gadverdamme. Is je Jack? Gaat hij daar nou weer lopen? Normaal duikt hij de bosjes in. Even onderzoeken wat dit is op je terrasje. Thank you.
Beste Jack. Wat is dit? Hallo? Wat zeg je? Ben je niet genoeg in beeld? Oh, is dat het? Hallo, goedemorgen. Het is inmiddels woensdag, even spieken, 7 april. En ik heb alweer veel te veel filmpjes opgenomen, dus dan wordt natuurlijk mijn vlog veel en veel te lang. Vandaag ga ik daar in editen, want ik wil dat hij deze vrijdag live komt. Morgen heb ik een soort mini-operatietje aan mijn voet. Heb je misschien gevolgd of niet? Nou, doet er allemaal niet toe. Maar dan ben ik even offline, denk ik. Dan ga ik alleen maar liggen. Ik ben vooral druk geweest deze week met nieuwe illustraties maken. Ik illustreer een gedichtenbundel van Marga. Van Marga maakt gezinnen gelukkiger. Echt een toptip om te gaan volgen. En ik heb iets heel spannends. Ik deed altijd mijn stickers natuurlijk zelf snijden en printen. Alleen mijn Cricut kwaliteit, ik was daar niet altijd heel erg tevreden over. Er ging nog wel eens wat mis. Hij sneed nog wel eens niet helemaal precies waar ik wilde dat hij zou snijden. En je zou toch verwachten als je dat aan een plottermachine doorgeeft, en daar zijn de snijlijnen, dat hij dat dan ook doet. Maar deze heeft een speciaal soort eigenwijze eigenschap. Hoort wel een beetje in deze familie misschien. Die doet het af en toe een beetje anders en dat frustreert mij enorm. Dus ik dacht, weet je, ik heb ook washi tape ergens anders laten maken. Waarom zou ik dat niet met mijn stickers doen? En mijn washi tape leverancier heeft mij toevalligerwijs ook stickersheetjes meegestuurd. Denk ik gewoon om te kijken hoe het eruit ziet. Zulke mooie kwaliteit, zulke mooie prints, zo fijn papier. Dat ik gewoon van al mijn 37 designs even een hele bulk stickers besteld heb gisteren. Dus ik ben heel benieuwd wanneer die binnenkomen. Dat gaan jullie dan natuurlijk ook in de studio vlog zien. Verder, wat ga ik nog meer doen deze week? Ik ga nog verder met mijn advertenties goed zetten. Maken, filmpjes, editen en dergelijke. Dat is best wel veel werk, maar ook heel erg leuk om te doen. Want dat is voor mij dé manier om nieuwe mensen ook te bereiken. Mensen die mij ontdekken en die mij leuk vinden om mij ook te gaan volgen. En ik wil natuurlijk deze studio vlog verder editen, want zoveel materiaal kan er allemaal niet meer bij, joh. Hij zit al veel te vol. Dus misschien dat ik hierna nog wat film en wat er dan ook nog in komt. En anders is dit het einde van deze eerste. Eigenlijk is het mijn 7e studio vlog, maar het is wel mijn eerste echt helemaal in het Nederlands. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Of je dingen mist, vast wel. Dat was wel heel grappig op Instagram, had ik gevraagd van, goh, wat zouden jullie nou echt heel graag willen zien? En 3 keer raaien wat in elk antwoord voorbij kwam. Check, check, check. En dat snap ik eigenlijk ook wel heel goed. En wat ook heel veel voorbij kwam. Deze kast. Wat zit er nou toch allemaal in die laadjes? Dat willen jullie heel graag weten. Nou, ik denk niet dat dat in deze studiovlog komt. Maar daar ga ik zeker een studiovlog over opnemen. Dus superleuk dat je gekeken hebt. Laat vooral een reactie achter als je dat leuk vindt om te doen. Steun je mij wel heel erg mee. En sowieso duimpjes omhoog en zo. Al dat soort grapperijen. Daar help je me gewoon mee om een groter bereik te creëren. Nou, ik ga nu snel aan de slag. Toedeloe!